De grote dorpshuizen in Zuidwest-Friesland vrezen financiële problemen bij het groot onderhoud. Tenminste, als vastgehouden wordt aan de verdeelsleutel zoals die staat in het voorstel over de harmonisatie van de subsidies aan dorps- en wijkcentra. In de studio aanwezig Siert de Boer, voorzitter van de Klink, het dorpshuis van Koudum. Siert, we kennen elkaar, dus vandaar dat ik je aanspreek bij je voornaam. Dat mag. Kun je aan ons uitleggen waar het probleem ligt met betrekking tot de dorpshuizen? Nou, het probleem ligt bij de verdeelsleutel van het subsidiebedrag en het totale bedrag aan subsidie. Dat is nogal wat lager dan het voorheen was in de voormalige gemeentes. En de verdeelsleutel was voorheen, kreeg je 100%. Of tenminste, ja, dan kreeg je een bedrag en dan moest je hem redden. En nu krijg je maar 60% van de totale kosten die je nodig bent. Ja. Nou, zullen er ongetwijfeld een hoop mensen in deze gemeente zijn waar het financieel of minder mee gaat. Die zullen zeggen, ja, iedereen moet inleveren. Dan kan me voorstellen dat de dorpshuizen ook wat in moeten leveren. Ja, dat begrijpen wij zelf ook wel en dat doen we ook wel, want wij leveren al heel veel in. Het is een laagdrempelig gebouw, dat is een laagdrempelig instantie. Dat proberen we ook zo te houden. En wat we voorheen aan bijdrage kregen in de voormalige gemeente, dat was 5 keer zo hoog dat we nu krijgen. Ja. Of zullen krijgen. Ja. Want hoe groot is de nood mocht het voorstel worden aangenomen? Nou, de nood is direct nog niet merkbaar. Alleen op langere termijn wel. Als je over 10 of 15 jaar gaat kijken. Dan weet ik wel, het beleid duurt ook maar 10 jaar. Maar als je verder vooruit gaat kijken en die subsidiestroom wordt steeds lager. En de kosten worden steeds hoger. Dan kunnen wij de gebouwen niet meer onderhouden. En dan verpaupert de boel. Je moet groot onderhoud plegen. En dan moet je, als je 10.000 euro groot onderhoud hebt, krijg je 6.000 van de gemeente. En dan moet je 4.000 zelf betalen. Maar als je 4.000 er niet is, dan kan je niks doen. Nee. Dus als je dat opstapelt, dan heb je op een gegeven moment geen onderhoud meer. Dan wordt het lastig. Ja, en dan? Ja, dan heb je geen onderhoud, dan kan je niks doen. Dan verpaupert de boel en op een gegeven moment dan is het geld op, is alles op. Ja. Ik hoop niet dat het zo ver komt en het hoeft ook niet zo ver te komen. Maar dat is wel een doemscenario. Ja. Want wat zou het betekenen? Want jij bent vertegenwoordigd aan de Klink, maar je zit ook namens een aantal andere dorpshuizen. Wat zou dat inhouden mochten er bijvoorbeeld geen dorpshuizen meer zijn? Nou ja, dan heeft de plaatselijke horeca krijgt het weer drukker natuurlijk. Alleen die is er niet op ingesteld. Die is er anders op ingesteld dan een dorpshuis. Een dorpshuis is heel laagdrempelig. Die hebben waarschijnlijk weinig of geen huur of iets lagere consumptieprijzen. Als je het mannenkoor hebt of een damclub, ja, dan kan je geen hoge huurprijzen voor rekenen. Want dan komen ze niet meer. Ja. Dus het is eigenlijk niet alleen het dorpshuis wat we het over hebben, maar ook een soort hele grote spin-off met allerlei verenigingen. Het is een verenigingsgebouw, ja, zo kan je het ook noemen. Ja. Wat zou wel een acceptabel voorstel zijn? Nou, het geld, dat is nummer één. Ja. Of nummer één, dat is hartstikke belangrijk dat geld vrijkomt, maar ook dat die verdeelsleutel anders wordt. Ja. Dat 60-40, ik denk dat een probleem wordt voor de meeste dorpshuizen om 40% van de totale grote onderhoudskosten zelf bij elkaar te harken. Ik denk dat heel moeilijk gaat worden. Ja. Er is één ding wat ik niet helemaal kan rijmen. Ik kan me nog herinneren dat de gemeente erg voor stond op het leefbaar houden van alle woonkernen, alle dorpskernen en steden. Hoe verklaar je dan dat ze dit beleid voorstaan? Ja, ik denk dat het geld krapt is. Ja? Dus ze moeten roeien met de riemen die ze hebben. En dat begrijpen wij ook wel donders goed. En voor de rest met het harmonisatiebeleid kunnen wij ook helemaal goed door één deur. We hebben ook verschillende malen bij elkaar gezeten. Ja. Dus alleen de bedragen en de percentages, daar komen wij niet mee uit. Nee. En dat proberen wij de raad op andere stappen te zetten. En merk je al wat verschuiving? Zie je al wat bewegen? Nou, nog niet direct. We hebben ingesproken op een commissievergadering en toen kreeg ik wel wat vragen. En het zou misschien een hamerstuk worden. Het wordt nou een bespreekpunt in de raadsvergadering. Dus die winst hebben we al. Ja, en kunnen we daar wat uit afleiden? Dat ze door de vergadering willen gaan en in plaats van dat een hamerstuk wordt? Ik denk het wel, dat ze toch over na gaan denken. Ze hebben nu 2 weken de tijd gehad om over na te denken. Dus en we proberen nog de raadsleden een beetje te bewerken, zal ik maar zeggen. Een beetje proberen. En misschien dat ze op andere gedachten komen. Dat het voorstel teruggaat naar het BNW, dat ze toch iets anders moeten gaan doen. Ja. Hoe zou een dorp als Koudum ervoor staan? Of laat ik eens een andere plaats nemen. Workum bijvoorbeeld. Workum zonder de Klameer, is dat denkbaar? Ja, ik woon niet in Workum, maar ik denk het niet. Nee. Het is toch het is een deel van de gemeenschap. Dat zo'n dorpshuis. Dat hoort er gewoon bij. Ja. Maakt dat heel veel uit, denk je, voor de leefbaarheid van het dorp? Het is net als met scholen en met kerken en met dat soort dingen. Op een gegeven moment is er niks meer. Dan heb je een streekje en dat is alles. En dan trekt alles naar de grote stad. Ik denk niet dat de bedoeling is van de nieuwe gemeente Zuidwest-Friesland. Nee. Wanneer hopen jullie Witte Rook te hebben? Is er enig zicht op? Nou, 4 april. 4 april? Ja, dat is kort dag.
Dus dat is de heilige daden in de agenda? Nou, dan in ieder geval dan, wordt het besluit, komt het in de raad en die kunnen daar een besluit over nemen. Okay. Stel dat de raad het slechts denkbare scenario wordt aangenomen. De raad neemt het huidige besluit aan. Gaan jullie dan bij de pakken neerzitten? Hoe moet nee, ik dat zien? Nee. We gaan gewoon door zoals we nu ook doorgaan. Ja. Alleen ja, we moeten nog beter op de kosten letten. En nog meer, ja, met vrijwilligers gaan werken. Dat kan bijna niet meer, want we doen alles al vrijwillig. Maar daar komt het toch op neer. En misschien, ja, misschien moet je wel avonden gaan dicht gaan doen. Okay. Is ook nog een optie. En dus wordt het minder leefbaarder? Uiteindelijk wel, ja. Vinden wij. Okay. Dank voor je komst. Succes. En we wachten 4 april in spanning af. Ja, dankjewel. Ik hoop dat het goed komt. Ja.